In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Toxiciteit. Wij willen graag weten voor welke stoffen en welke bronnen het belangrijkste is om maatregelen te nemen. Dit onderzoek is belangrijk omdat wij niet overal de doelen halen voor de waterkwaliteit. En ja, het lastig is om de afweging te maken voor welke locaties of welke stoffen we als eerste maatregelen moeten nemen. We hebben het onderzoek aangepakt door uit te gaan van de ecologische sleutelfactor 1. Dat is een soort raamwerk waarmee je waterkwaliteit kan beoordelen. En we hebben daar aanpassingen gedaan in het soort van metingen wat je kan doen. En ook een verbeterslag aangebracht voor de interpretatie van die metingen. Wat denk ik goed is om te beseffen is dat bijvoorbeeld je hoeft alleen maar log B in te vullen en dan weet je al. In deze workshop gaan we vandaag met de gebruikers oefenen met de methode in de kennisimpuls, toxiciteit tools. Zo kunnen ze zelf de waterkwaliteit beoordelen voor hun case. Uit hotspot-analyse kwamen verschillende rioolwaterzuiveringen naar voren die mogelijk een effect konden geven op het waterleven door de aanwezigheid van medicijnresten. En we wilden graag een afweging hebben welke RWZI we als eerste moeten aanpakken om de kwaliteit te verbeteren. We hebben de toepasbaarheid vormgegeven door een hele simpele interpretatie te maken voor de waterkwaliteit in een waaier van 5 kleuren. Waardoor iedereen heel makkelijk kan zien, is de waterkwaliteit goed of moet er iets gebeuren aan de waterkwaliteit? Ik wil graag deze Lego-trap in de koffer stoppen, want voor mij geeft het onderzoek heel erg aan dat we gaan van een situatie waar we toetsen goed of niet goed naar een situatie waar we een gradatie kunnen aanbrengen in erg en minder erg. En zo betere keuzes kunnen maken. Ik stop een kookwekker in de kenniskoffer om aan te geven dat het echt hoog tijd wordt dat we een geuniformeerde maat hebben voor waterkwaliteit, waarbij we echt Nederlands breed kunnen kijken waar is het erg en waar is het minder erg. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.